Crystal Meth kennen we tot nu toe vooral uit die ene tv-serie. De witte, kristalachtige vorm van methamfetamine is een nogal verslavende drug. Het geeft een intense, gelukzalige roes, verscherpte zintuigen en heel veel energie. Gevolgd door een enorme kater. Er zijn aanwijzingen dat de drug ook hier in Nederland populairder wordt. Ten eerste vanwege de dalende prijs. Een gram kostte 2 jaar geleden nog ongeveer 200 euro. Nu schommelt de prijs tussen de 120 en de 150 euro. En dan was er nog die vondst in Amsterdam, bewaakt door 2 alligators. Een partij van 3 kilo. 3 kilo, dat heeft een straatwaarde van 500.000. En het is genoeg om duizenden gebruikers dagenlang onder invloed te houden. Volgens kenners zou de drug ook steeds populairder worden in de gay scene en de escort scene. Op andere plekken in de wereld zorgt crystal meth op dit moment voor zware verslavingsepidemieën. Zover is het in Nederland nog niet. Maar om dat zo te houden, hameren deskundigen wel op meer en betere voorlichting.